Gerard Spong, er is veel gedoe geweest over dit artikel. Ja, zeker. Kort geding, een hoger beroep. Ja. Al... N.V.J. Allemaal. Weggegooid geld. Weggegooid geld? Wel, ja. Het is een storm in een glas water, meer niet. Dit artikel. Ja, ik bedoel, er staat niks in waarvan je kan zeggen dat Galit strafrechtelijk of tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. Kijk dat hij niet precies heeft willen onthullen met wie hij zoal contact heeft gehad. Ja, dat, is, uh, dat, dat kan gebeuren, maar dat is niet laakbaar, dat is niet verwijtbaar. Ik bedoel, ik onthul ook bijvoorbeeld niet dat ik elke week in een parenclub de beest uithang. Is dat zo? Nou ja, breek me de bek niet open. Ja. Maar ik ja. bedoel, iets, maar, er zijn maar, maar, dat, dingen. Het gaat niemand wat aan, zegt je. Het dat gaat dat niemand wat aan met wie je wel of niet contact hebt. En gaat ook niemand wat aan als het, als het uh, Tachi betreft? In principe niet. Ik bedoel, eh, op het moment dat hij contact had met uh, Ridwan Taghi... Eh, was Taghi nog vrij. Eh, mogelijk een verdachte, zeker een verdachte. Maar hij mag best eh, contact hebben als advocaat... Eh, met een verdachte die vrij rondloopt en voortvluchtig is. Dat is geen probleem. En ik begreep ook dat Khalid eh, Taghi kende vanuit het verleden... vanaf de korte broek. Dus ja, dan is het niet zo heel erg vreemd... dat Taghi op een gegeven moment aanklopt bij KSM als hij eh, eh, hulp nodig heeft... Snap je? En kijk, weet je wat het is? Ja. Het zijn natuurlijk mensen waar de gemiddelde burger wellicht een straatje omloopt, uh, Maar het zijn natuurlijk wel mensen. En het zijn geen melaatsen. Dus je mag als advocaat met iedereen, ook een crimineel. Dan mag je contact hebben. Zullen we even kijken naar um, 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 Khalid? Kijk, dit artikel is eigenlijk gevolg op een aantal andere zaken ja. die zijn gebeurd. Uh, vier jaar geleden onthulde het ARD een ander verhaal. Uh, dat het OM en politie ervan overtuigd waren dat hij uh, informatie zou hebben gelekt aan de criminele organisatie van Tachi. Uh, daarom komt dit ook een beetje in het daglicht natuurlijk te staan. Naar onderzoek bleek dat er trouwens geen bewijs was daarvoor voor het lek. En Kassem zat toen in die tijd aan tafel bij Eva. Ja, ja. Paniek raken kan je doen op het moment dat je denkt van nou, misschien speelt er wat of is er wat aan de hand. Maar ik wist vanaf het begin af aan dat mij niets te verwijten viel. Dat er geen enkel bericht is wat naar mij verwijst. En stel nou dat je er vanuit zou gaan. Hey, er is een advocaat en die is bereid om informatie te verstrekken. Mm -hmm. Dan zou het toch ook logisch zijn dat je vaker zou, zijn, zou zien dat ze naar die advocaat toe gaan. Het is een aanwijzing, maar een aanwijzing behoeft wel ondersteunend bewijs. Er moeten wel aanknopingspunten zijn. Er moeten wel meer dingen zijn die die suggestie zouden mm -hmm. kunnen voeden. En dat is er niet. Als jij het niet bent, Galit, wie is het dan wel? Ja, dan, ik ga niet speculeren erover. Even. Heb je een vermoeden? Nee, ook helemaal geen vermoeden. Kijk, dat was toen. En dat is van tafel, want uh, ze hebben gezegd... nou, geen bewijs, dat, dat, dat moet doorbewegen. Vervolgens komt het bericht uh, dat er geld is betaald. En dat er misschien een ambtenaar is uh, omgekocht. Die wat, ja. Dat wordt onderzocht. Ja. En daar komt nu dit artikel overheen ja. over wel contact... waar eerder hij had gezegd, nou ja, ik ken hem van de... Basisschool, maar ik heb echt verder geen contact. Hier blijkt wel het tegendeel uit. En dan nog is het niet relevant? De, de, de informatie die in dit, dit stuk van vandaag staat, die is niet, niet relevant. Die is niet relevant voor de verdenking dat hij informatie zou hebben gelekt... vanuit een dossier waar beperkingen op rusten. Dus waar niemand iets van mocht weten, behalve de betreffende cliënt en de advocaat. Het is ook niet relevant voor uh, het vermeend omkopen van een DJI-medewerker. Het is een stuk waarin staat dat uh, Kazem contact had met Tachi vaker dan dat hij eerder had verteld. En dat is ja, dus dat hij in eerste instantie niet de waarheid heeft verteld over het aantal contacten, frequentie en sinds wanneer niet meer. Maar dat heeft weinig te maken met tuchtrecht of strafbare handelen. Dat heeft meer te maken met een hete aardappel die uh, liever niet op zijn borst is. En, hij zegt, met zoveel en uh, hij, stuk, hij zegt met zoveel woorden dat hij geweigerd heeft. Om informatie te verstrekken. Ja, is vriend. Toen, en toen zei hij, ik ga wel met Ines Wesky praten. En Ines Weski is uh, een geheimhouder. Die heeft een geheimhoudingsplicht. En ja, advocaten hebben wel zaken dat ze onderling overleggen met elkaar. Nou, het opvallende in het artikel, althans volgens het artikel, is dat er komt dus een vriend van Taghi komt uh, bij Galika Zem te vragen over informatie in het ja. dossier. Hij weigert dat, ja. zo zegt hij. Zeer gaat... prijzenswaardig. Zeker, want dan, je mag niet lekken op dat moment. En vervolgens zegt hij dat hij naar Ines Wesky gaat, maar Ines Wesky was op dat moment nog niet kenbaar. In ieder geval, advocaat van Tachi. Dat werd pas later duidelijk. Ja. Dus een van de vragen die hier gesteld wordt: want, ja, gaat hij... waarom is hij niet naar jou gekomen? Ja, nee, nee, naar het jou is, gekomen? Maar het is helemaal niet Omdat raar. Hij als hij als, betalen. Als, ja. uh, als uh, Taghi en Kazem contact hebben. En ja. Taghi weet dat hij. Bij justitie op audiëntie moet komen op een gegeven moment. Want maar een zeel te zeggen, welke advocaat zal ik dan nemen? Kazem? Ik, je... Nou, dan kan hij zeggen van oké, okay, misschien wil je een keer nemen. Dat is een hele goede. Ik zal wel met hem gaan praten. Er is ook helemaal niks mis. Niks mee. mis mee. Hey. Over het feit oh, hoe hun relatie is, he, Taghi en uh, Kassem, heeft hij ook afgesproken bij Jinek. En dat klonk toen zo. Jij kent uh, Ridouan Taghi van vroeger, hoe goed was jullie band? Ja, dan praat je over de basisschool, dus dan kan ik niet. Ja... Maar was Laat hij een maanden van jou zeg maar, op de basis Ja, Hij ja, zit bij elkaar in de klas. Natuurlijk heb je een heel goed contact met elkaar. Maar dat, is, dat, dat, dat liep af toen je een jaar of 10, 11 was. Dus, dus ja, daar kan je niet zo heel gek veel over zeggen. Ja, ja, tuurlijk. We speelden samen, voetbalden samen, knikkerden samen. Maar meer dan dat kan ik eigenlijk niet over hem en vertellen. En wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Dat zou ergens een jaar of 15, 20 geleden zijn. Ergens in het voorbijgaan een keer. Dat is best een hele tijd geleden. En, en dan heb je een gesprekje van hoe gaat het met je. En meer dan dat zal het niet zijn geweest. Ja. Uit dit artikel blijkt, die opnames van Peter de Vries, dat dit anders is. Ook dat is niet relevant. Nou ja, het is niet relevant. Het is niet tuchtrechtelijk relevant. En ook niet strafrechtelijk relevant. Je kan best misschien zeggen van ja, God had, nou, had beter het achterste van je tong laten zien. Maar zo is hij niet geweest op dit punt. Maar het is totaal onbelangrijk voor de vraag, heeft hij tuchtrechtelijk of strafrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Dus ja, het is wel leuk om het te horen, maar meer of... Waarom wordt het dan toch zo groot gebracht in ja, dat ja, het AD? Omdat het steeds etteren. maar blijft etteren. Kijk, als hij in het begin zou hebben gezegd... Ja, ik ken Tachi, ik heb contact met hem gehad. Ik heb met ja. hem geklikt, met hem gevoetbald. Ik heb twee jaar geleden nog contact met hem gehad. Toen vroeg hij of ik een goede advocaat voor hem wist, want ik kon het niet doen. Dan is er helemaal niks aan de hand geweest. Maar ja. als je gaat lopen ontkennen en dingen kloppen dan op een gegeven moment niet meer... en je moet nog meer gaan veranderen in je verhaal... Ja, dan ben je je eigen graf aan het graven. Dat heeft hij een beetje gedaan.